Jij wilt een tweede woning gaan kopen in Spanje. Maar wat is nou de beste plek om te investeren? Welke costa's zijn nou echt interessant en waar vind je de beste deals? En als je die deal dan hebt gevonden, wat voor rendement ga ik daar dan op maken? Mijn naam is Nick Kopperdraai, ik ben de eigenaar van de B&B Verhuurcursus. Sinds 2008 investeer ik zelf al in recreatief vastgoed. En ondertussen helpen wij heel veel mensen zoals jou in Nederland, maar ook in het buitenland en bijvoorbeeld in Spanje. Afgelopen periode ben ik van Valencia tot aan het zuidelijkste puntje van Spanje gereden. Ik heb 23 locaties onderzocht. Ik heb gekeken naar de algehele staat van de dorpjes en de steden. Ik heb gekeken naar de staat van de woningen, nieuwbouw en bestaande bouw bekeken. En ik heb natuurlijk gekeken naar het rendement. Daar hebben we een korte videoserie over gemaakt. En zometeen duiken wij meteen diep in om het rendement te gaan berekenen van deze woningen. We hebben ook een aantal tools die wij gratis met jou delen. Die kan je heel simpel gaan downloaden. Ga eventjes naar bnbverhuurcursus.nl. Dat is onze website. Klik daar eventjes op WhatsApp sturen en vraag dan om de rekentool en om de rendementstool. Dan kan je dit allemaal zelf ook gaan invullen. Maar voor nu laten we de video induiken en kijken wat deze locatie te bieden heeft. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Het waait hier flink. Achter mij zie jij Javea. En ik ben hier net naartoe gereden vanuit Denia. Nou, mooi groen gebied weer, leuke heuveltjes. Ik heb veel bestaande bouw gezien, maar ik heb ook veel nieuwbouw gezien. Wat me wel opvalt is dat het gewoon nu echt wel wat minder druk is. Wegen en zo zijn op zich wel netjes. En ja, het leven hier gewoon aanzienlijk is goedkoop. Net ook nog even een hapje gegeten. Dus dat is prima. Ja, we gaan nog heel eventjes hier kijken. En dan duiken we zo meteen nog eventjes de revenue calculator in. Om te kijken hoe dat eruit ziet. Hoeveel geld kunnen we verdienen in Javea? Laten we meteen eigenlijk de data in gaan duiken. Ik ben hier ook weer zelf geweest. Nou, je hebt toch gezien in de video's hiervoor dat je van bovenaf best wel wat leuke uitzichten hebt. En ja, het strand hebben we natuurlijk ook al gezien. Maar ja, laten we eens kijken wat de data zegt over dit gebied. Ik heb hier de data van Javea erbij gepakt. Ik heb hem nu ingesteld op een woning voor 6 personen. Ik vind het belangrijk als je een marktonderzoek gaat doen. Dus je gaat kijken wat kan die woning mij opleveren. Dat je echt gewoon nou, niet de rekenrijk zo gaat doen. Hè. Je gaat een financieringsdags aan. Je hebt je vaste lasten heb je erop zitten. En daarna ga je natuurlijk geld verdienen. Maar ga dan niet denken van, oh, mijn buurman die heeft het allerluxe appartement op aarde. Die draait 50.000 euro omzet. Ik ga dat ook verdienen. Want zo werkt het helaas niet. En als het zo mooi was geweest, ja, dan hadden we natuurlijk dat allemaal gedaan. In het begin is het een stukje investeren in de woning. Een beetje liefde geven. Maar voornamelijk ook als je iets gaat aankopen om eerst met die bodemprijs proberen te rekenen. Kan je hem dan rondrekenen. Terwijl kan je je rente, aflossing en je vaste lasten, et cetera, allemaal betalen. En je houdt nog een beetje over. Dan ben ik al een winnaar. Ben ik al tevreden. Tuurlijk gaan we daarna plussen en zorgen dat we een goede cashflow elke maand hebben. Maar we investeren natuurlijk ook voor het indirecte rendement. Kijk je 10 jaar verder. Je moet aflossen in Spanje. Dus die lening wordt lager. De woning is aan het stijgen. Oftewel die wordt meer waard. En dat is natuurlijk waarvoor we het ook doen. We gaan hem natuurlijk ook gewoon weer in de revenue calculator en in de score daarvan gaan we in de rendementstoel wegzetten. Nogmaals, wil je deze hebben, stuur ons gewoon even een berichtje op bnbverhuurcursus.nl. Dan ga je hier het blauwe gedeelte ga je invullen. Nou, dit is hetgene wat we telkens, hè, de bruto huuropbrengst per jaar uit marktonderzoek. Dat is hetgene wat je in die revenue calculator hier eruit kan halen. In die Excel sheet zet. Afhankelijk van een stukje eigen geld en aankoopprijs. En dan zie je meteen of je een winnaar hebt of niet. Als we kijken naar het gebied, Javea Gabia. Hè, dit is de baai van Gabia, zoals ze dit zo mooi noemen. Ongeveer een uurtje rijden vanaf het vliegveld zit het. Het strand is, zeker dit gebied, is kiezels. Ja, en een beetje van die harde kleigrond. Dus ja, niet de allerbeste. De wet en regelgeving heb je hiermee te maken met Comunidad Valencia. Oftewel, je moet gaan kiezen, ga ik shortstay verhuren? Ga ik van 11 dagen tot 6 maanden verhuur of ga ik voor de lange termijn verhuur? Je kan combineren, maar doe goed je onderzoek. Kunnen we je ook bij helpen in de cursus. Er zitten golfbanen wederom in de buurt, dus dat is ook wel tof. Je hebt allemaal uitzichtpunten. Je hebt in de zomermaanden heb je hier allemaal van die mooie pilaren en kliffen waar je met de boot georganiseerd naartoe kan. Meteen schot voor de boeg. In de zomermaanden wordt het hier heel druk. Kan je over de hoofden lopen. Dus hè, ik zeg ook altijd, ga je iets kopen en wil je zelf gaan verblijven, ga dan niet in het hoogseizoen daar zitten. Want dan kan je natuurlijk geld verdienen met die woning. Er is heel veel bestaande bouw en er is nieuwbouw. Let op, bij bestaande bouw, ook heel veel locals wonen daar. Je moet toestemming hebben van het complex, hè, van de Comunidad, noemen ze dat, Vereniging van Eigenaren, op zijn Spaans. Heb je die niet, ja, dan mag je de woning gewoon waarschijnlijk niet verhuren. Dus dat is ook even een goede om uit te zoeken.
Daar kunnen we je ook bij helpen natuurlijk aan de voorkant. Als we kijken nu eventjes naar de data. Gemiddeld draaien de woningen 21.900 euro omzet. Bezettingsgraad van 56%. Dit is natuurlijk alleen Airbnb en Booking.com wat je hier ziet. En een gemiddelde nachtprijs van 151 euro. Het is een beetje om het even met 1, 2 of 1, 2 en 3 slaapkamerappartementen. Ik heb daar straks wel een leuk nieuwtje over. En er zijn ook niet heel veel mensen die het hele jaar door verhuren. Zie ik als een kans. Nou, annuleringsbeleid zal ik je niet te veel mee lastigvallen. Pas later als je de woning in de verhuur hebt, kunnen we daar ook in adviseren natuurlijk of in meedenken. Er zijn veel grote partijen actief. Oh shit, concurrentie. Nee, er is markt. Graag, hè. Kom maar op. Want ik weet zeker dat wij hun gaan verslaan met onze strategie in het laagseizoen. In het hoogseizoen kom je toch wel vol. Maak je daar niet te druk om. Gemiddeld verblijf mensen 4 dagen. Is natuurlijk zomers wat langer, in de winter wat korter. En ik scroll hier gewoon wat langer of wat sneller doorheen. Hier hadden we het al over gehad. Over het algemeen is 2 slaapkamers het meest aanwezig. Ja, en hier zie je het al, hè. De afgelopen 12 maanden. In maart, april begint het een beetje te borrelen. Dan wordt het druk met de toeristen. Gaat door tot augustus, september. En dan is het gewoon weer wat rustiger. Als we kijken naar de afgelopen 3 jaar, zie je hier ook wel, hè, echt die seizoensverhuur is hier. En plan B verhuur kan dus in de wintermaanden hier wat lastiger, omdat die nieuwe wetgeving er is. Ik pak even deze erbij. Dit is wel grappig om te zien ook. Ik krijg vaak de vraag, Nick, moet ik nou een 1, 2 of een 3 slaapkamer appartement gaan kopen? Nou, als je hier naar de data kijkt, die gele lijn hierboven, dat is 3 slaapkamers. Dus eigenlijk in de laagseizoenmaanden verdien je daar niet zo heel veel mee. Is ook logisch als je nadenkt over welke mensen gaan er dan op vakantie. Zijn pensionada's, zijn stelletjes, zijn vaak met z'n tweeën. Dus je kan wel je prijs heel hoog zetten van een 3 slaapkamer appartement. Prijs jezelf uit de markt. Maar in de zomermaanden, ja, dan komen er dus gezinnen, hè, die gaan bereid om meer geld uit te geven. Dan gaat die nachtprijs de lucht in. En soms zie je een opknapper ertussen zitten. Dat is een 3 slaapkamer appartement voor de prijs van een 2. Als je dan mij vraagt, Nick, moet ik die kopen? Ja, dat kan. Moet je wel zorgen dat je bouwteam op orde is. Maar dan kun je juist in het hoogseizoen kan je meer geld gaan verdienen. Dus overal, als we maar eventjes erbij pakken, hartstikke leuk gebied om te gaan verhuren. Nou, laten we ook eens een keer hier even wat vergelijkbare woningen erbij pakken met veel reviews. Hier deze woning bijvoorbeeld, leuke foto's, veel zeezicht. Is 277 dagen per jaar beschikbaar, heeft een bezettingsgraad van 64%. Heeft nu al 46 reviews, krijg je niet zomaar, hè. Dus dit is wel iets waar we mee kunnen rekenen. Bezettingsgraad van 64% draait hij al 30.000 euro omzet. Nogmaals, ga je dat meteen hebben? Nee. Maar dat is wel natuurlijk iets waar we naartoe kunnen werken. Nou, daar kunnen wij dus uitstekend bij helpen met de cursus. Door jouw huiswerk eigenlijk na te gaan kijken. Mee te kijken van, hey, wat gaat zo'n woning jou opleveren? Maar ook natuurlijk als jij de rendementstoel hebt ingevuld. Ja, om daar ook gewoon te zeggen van, joh, let hierop, let daarop. Of dit is te rooskleurig ingeschat. Of juist, je bent veel te voorzichtig geweest. Nou, wil je daar meer van weten, dan weet je ons ondertussen wel te vinden. Tot zover eventjes het marktonderzoek vanuit een review calculator over Javea. Bedankt dat je tot het einde hebt gekeken van deze video. Ik hoop dat je wat geleerd hebt. Weet in ieder geval dat wij 23 van zulke video's hebben gemaakt, dus er is nog veel meer te leren. En voor elk budget is er wel wat te vinden in Spanje. Wat heb je daarvoor nodig? De rendementstoel vinden wij en de rekentool. Hoe kan je die krijgen? Heel simpel. Onder deze video is een link. Als je daarop klikt, kom je op onze website. Of je kan even meteen een WhatsAppje sturen. Vraag dan om de rekentool en de rendementstoel. Die delen wij dan gratis met je. Dan kan je ook zelf je onderzoek gaan doen naar jouw tweede woning in Spanje. Maar wij kijken graag met je mee. Dat is ook wat we doen voor onze leden. Daarnaast wil ik je vragen om even een duimpje omhoog te geven voor deze video als je hem cool vond. En wellicht je vragen onder in de chat achterlaten. En als je echt enthousiast bent, abonneer dan op ons kanaal, want dan zie je de volgende video's ook meteen.